Goedemiddag op deze zaterdagmiddag aan alle kijkers voor Parkstad Veendam. We zijn hier, zoals jullie kunnen zien, te gast in de bibliotheek in Van Berenstein. En het is vandaag een bijzondere zaterdagmiddag. Nou is het hier eigenlijk elke zaterdagmiddag wel een bijzondere zaterdagmiddag. Maar vandaag nemen we afscheid van Wil de Jong. Wil is niet zomaar een medewerker van de BIEB, maar iemand die al 16 jaar lang hier met hart en ziel zich inzet voor onze gemeente. En u kent hem wellicht allemaal van de voorleestent of van het lezen op scholen of van talloze andere activiteiten die zij heeft ondernomen. We zullen straks even wat nader met haar kennis maken en u voorstellen aan deze bijzondere vrouw. Het wordt hier steeds drukker en steeds gezelliger bij het afscheid van Wil. En om u een idee te geven, gaan we even wat vragen stellen aan deze dames hier aan tafel. Kunt u zichzelf even voorstellen? Ja, ik ben Jacqueline Roelofs en ik ben van Bibionet Groningen. En wat is uw relatie tot Wil behalve dan de bibliotheek? Nou, Wil is een hele unieke collega die wij heel erg waarderen om alles wat ze gedaan heeft. En Wil is onder andere voor ons ook op studiereis naar Oslo geweest, samen met haar collega Jolanda. En alle ideeën die Wil heeft meegenomen, ja, daar zijn we nog steeds mee bezig. Maar Wil is gewoon bekend en beroemd in heel Veendam. En daarom zijn we hier. Wil is Wil. Wil is Wil, ja. Ja. Mijn naam is Rachel van der Hogen en ik werk zelf nog maar 9 maanden bij Bibionet Groningen. Dus ik heb Wil nog niet zo heel veel meegemaakt. Alleen ik ben op een van de zomeravonden naar de voorleestent ook geweest, waar Wil heel mooi voor een heel groot publiek van kinderen, maar ook volwassenen aan het voorlezen was. Heel indrukwekkend. Dus ja, gewaardeerde collega om wat ze doet en vooral hoe ze kinderen weet te pakken en weet mee te nemen en plezier laten beleven aan de dingen die wij doen. Wij zijn collega's op de lijn taal als basis. Dus ik heb hier wel een collega-tafel te pakken, geloof ik. Ja, helemaal. We zijn allemaal van Bibionet. Ja. En is dat dan op de vestiging op de vloer of is dat dan in de administratieve zin? Nee, wij werken op de vloer. Doen ook administratie, dat moet wel. Maar we werken inderdaad op de vloer, net zoals Wil. Gewoon voorlezen voor de kinderen, gewoon het leesplezier bevorderen. En wat Wil gewoon geweldig doet. En we zullen haar wat dat betreft ontzettend missen. Als u Wil in 1 of 2 zinnen zou moeten typeren, karakteriseren. Wat zou dat dan zijn? Enthousiast, creatief, goed met kinderen, het voorlezen, heel belangrijk. Nou, dat zijn kernwoorden eigenlijk. Ja. Ja, wat heel typerend voor haar is. Nou, jullie horen het. Het is overweldigend, de reacties. En ik denk dat er nog meer zullen volgen als we straks ook even met Wil zelf gaan praten. Want wij willen namens het hele team jou natuurlijk bedanken. En een mooie tijd toewensen. Daar hebben we iets voor ingestopt. Het is niet dat je de ballonnen... Ja, de ballonnen krijg je ook, maar daar gaat het niet om. Er zit iets in, daar kan je leuke dingen mee gaan doen. En dat krijg je namens alle collega's van de bibliotheek hier in Veendam. Dank je wel. Een legendarisch duo. Ja. Batman en Robin, Snip en Snap. Er bestaan veel legendarische duo's. En binnenkort gaat weer een legendarisch duo de geschiedenisboeken in. De afgelopen 9 jaar heb ik rondgestuiterd met mijn collega Wil. Knabbel en babbel. Waar ik ging was zij en andersom. Ik de dirigent en Wil het volledige orkest. Scoreboek, de vakantievoorleestent en honderden activiteiten waren er nooit gekomen als Wil en ik samen niet hadden opgetrokken. Ik durf hier rustig te stellen dat ik nooit bibliothecaris van het jaar was geworden als ik Wil niet was tegengekomen. Toch had het zomaar anders kunnen lopen. Wil zag mij in het begin namelijk niet zitten. Nee, toen ik 9 jaar geleden voor het eerst in Bibliotheek Veendam achter een bureau zat, was Wils reactie: het lijkt wel een dood vogeltje. Ja, was ook echt zo. Gelukkig bleek dit dode vogeltje wel iets in haar mars te hebben en al snel vlogen we samen in het rond. Vliegen, dat was namelijk wat we deden. Met veel passie en nog veel meer plezier hebben we de leukste projecten opgezet. Een eigen theatershow, waarom niet?
zelf filmpjes maken. Waarom niet? Alles was mogelijk en de twinkeling in onze ogen is nooit verdwenen. Een jaar geleden was de bekendmaking van de beste bibliothecaris. In de theaterzaal in Nijmegen zaten 5 supporters uit Groningen. Toen Wim Daniëls mijn naam zei, klonk 1 stem boven iedereen uit. Die ene schreeuw zat vol ontlading, blijdschap en trots. Het was ons gelukt. Maar aan elk legendarisch duo komt een einde. En in december, vandaag, gaan we nog 1 keer samen knallen en dan gaan we solo verder. Niet zo gek met een leeftijdsverschil van bijna 30 jaar. Maar als ik iedereen hier 1 advies mag geven, kom je op een dag een wil tegen, stuit er dan samen met haar mee, want je weet nooit wat ze je gaat brengen. Dat hij begint te huilen. En als een wolkje gaat huilen, wat gaat er dan gebeuren? Regenen. Wil, fijn dat je in alle drukte toch nog even tijd hebt gevonden om nog even wat te zeggen voor Parkstad Veendam. Nou weet ik dat je niet zo gediend bent van speeches en toespraken en dergelijke. Klopt. Omdat je vaak vindt dat het dan niet over de mensen gaat, maar over allerlei andere dingen. Ja. Maar hoe vind je het tot nog toe gaan? Want het is wel jouw feestje. Ik vind het een geweldig feestje. En ik weet wel dat we met heel veel plezier gewerkt hebben. En dat we heel veel plezier gemaakt hebben. Alles, Jolanda en ik samen. Ja, kijk, nou komt mijn lieve kleinzoon ertussendoor. Ja. Dat is toch wel een probleempje. Ja, wat moet oma nu doen, hè? Het is wel... Ja. Het is natuurlijk wel veelzeggend, de aandacht van de kinderen, want dat is toch waar je heel lang mee bezig hebt gehouden. Ja, de kinderen zijn voor mij het belangrijkste. Als de kinderen vandaag een leuk feestje hebben, is het voor mij klaar. En met recht, we hebben met heel veel plezier gewerkt. Misschien hebben we er zelf nog wel meer lol aan gehad dan de kinderen, maar dat is het belangrijkste. Okay. En... Nou staan we hier voor de voorleestent. Ja. Hè? Ja. Dat is toch een beetje jouw handelsmerk? Ja, die hebben Jolanda en ik samen opgezet. We hebben ooit een partytent gekocht en dachten we gaan gewoon de wijk in. En dat is uitgegroeid tot de voorleestent, waar we eigenlijk wel heel trots op zijn. Ja. En wat heel veel impact heeft ook in de wijk. En dat is het belangrijkste. Ja, daar kennen heel veel mensen jou natuurlijk ook van. En dit is een mooi afscheid als we het zo zouden moeten noemen. Is het dan... Het overheersende gevoel vreugde of pijn in het hart? Nee, geen pijn in het hart. Nee, want ik weet dat het allemaal voorgaat. Want als de camera het ziet, hierachter zit mijn collega, mijn nieuwe collega. Die is alweer druk bezig in de voorleestent. Ja. Alles gaat door. We hebben het leuk opgezet en dat is het belangrijkste. Nou is het einde van iets ook vaak het begin van iets nieuws. Ja. Ik heb begrepen dat je bezig gaat houden in de palliatieve zorg. Kun je heel in het kort uitleggen voor de mensen die dat niet weten wat dat is? Palliatieve zorg is zorg bij stervensbegeleiding. Een soort stervensbegeleiding. Dat kan op verschillende manieren. Kan bij een hospice, kan bij mensen thuis. Ik moet eerlijk zeggen, ik wil het al heel lang. Mijn hart ligt daar, maar ik heb geen idee of ik het kan. Dus dat gaat... Alvast wel. Nou, dat gaan we ontdekken, maar dat is wel. Ik vind het heel belangrijk om goed afscheid te kunnen nemen. En dat hoop ik daar dan voor mensen te kunnen betekenen. Dus we kunnen zeggen van heel jong naar heel oud. Ja. Ja. Zie je daar ook nog raakvlakken in? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Het werk hier in de bibliotheek was ook al van baby's op het consultatiebureau tot de verzorgingscentra. Dus wat dat er gaat, was het heel ruim en heel groots opgezet. Maar... Ik weet niet of ik raakvlakken zie, maar ik zal het ontdekken. Ja, wij wensen je in ieder geval alle succes. We zijn er heilig van overtuigd dat je het ook daar fantastisch gaat doen. En ik denk dat dat een mooi afscheidsfeest is vandaag. En we wensen je echt alle succes met wat je in de toekomst nog gaat doen. En bedankt voor alles. Dankjewel. En ik mag even nog al mijn collega's bedanken, want die hebben wel dit afscheidsfeest op touw gezet. Zeker, zeker. Ook namens Parkstad Veendam. Allemaal bedankt. Ja hoor, iedereen bedankt. Dankjewel. En tot ziens. Dankjewel.